Hoi Simmers, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En niet zomaar een video, want daar hebben jullie onbewust voor gekozen. Ik had natuurlijk op mijn social media gevraagd wat jullie favoriete Let's Play serie is op mijn kanaal. Heel veel hielden van de Sims 4 honden en katten. Dus vandaar vandaag een aflevering van de Sims 4 honden en katten. Want mijn kanaal bestaat vandaag 1 jaar. Eigenlijk ben ik wel iets langer dan 1 jaar bezig, namelijk sinds september 2016. Maar ik had toen wat problemen met instellingen die op een of andere manier niet meer aan te passen waren. Dus toen dacht ik, weet je, mijn kanaal is nog maar een paar maandjes oud. Ik verhuis mijn video's. En toen ben ik dus naar dit kanaal gestart. En dat is dus vandaag 1 jaar oud. En ja, de Sims 4 honden en katten dus is toch de favoriete serie van de meeste van jullie. Al heb ik ook een paar keer, ik heb ook de familie Puls in de reacties voorbij zien komen. En vandaag kreeg ik nog een reactie binnen dat de familie Mislukt een favoriete Let's Play serie is. Daar ga ik ook zeker nog mee verder hoor. Het is een tijdje geleden, dus ik wil dat ook nog oppakken. Maar er zijn gewoon wel dingetjes geweest die natuurlijk even eerst moesten. En ook had iemand gereageerd dat de Peuters Let's Play een van de favorieten was. Ik moet zeggen, dat is ook een hele leuke Let's Play serie. Want ik kijk hem zelf ook, maar hij is dus niet van mij. Maar de Sims 4 honden en katten wel. En daar werd dus het meest om gevraagd. Maar dat werd het meest gegeven als antwoord. Dus een nieuwe aflevering van de Sims 4 honden en katten op deze jubileumdag van mijn Kimpuls kanaal. Ondertussen is iedereen weer aan het werk. Ik kreeg al een melding dat Lisanne haar cijfers omhoog zijn gegaan vanwege het schoolproject. Haar prestaties omhoog gegaan. Ze hebben wel allemaal een zware nacht gehad. Want de katten waren de hele tijd aan het rondrennen van slaapkamer naar slaapkamer om iedereen wakker te maken. Dus ik moest constant iedereen weer terug naar bed sturen. Maar ja, Leon is nu verder bezig met zijn boek. En voor de rest is iedereen op het werk voor school. Maar dit is, als ik het goed heb, de Sims 4 was goed accessoires is natuurlijk uitgekomen. En ik heb nog geen wasmachine, zoals jullie kunnen zien. Dus die gaan we even aanschaffen. Even kijken. Dan gaan we naar apparaat. Ik moet nog steeds al die dingen aanklikken. Een wasmachine. Waar ga ik het neerzetten? Misschien dat ik deze inloopkast. Er staan 2 kasten in. Mijn idee daarvan was 1 voor Leon en 1 voor Vanessa. Maar ja, ze kunnen ook wel samen met die kast doen. Er staan ook nog dingen hier. Dus genoeg spullen. Oh, er is er eentje bezig met haarballen op spugen, zo te zien. Nou, we zetten zo de stofzuiger wel weer aan. Maar eerst een wasmachine. Alleen, waarom? Waarom kan hij niet aan die kant? Overwege die plant. Die moet natuurlijk zonder de code. Dan zetten we de code weer even aan. Zo. Nou hoop ik wel dat hij het gewoon gaat doen. Maar dat zien we zo dan wel. Even kijken hoor. Wat is een leuke kleur? Misschien blauw? Want dat zit ook in het kleed wat daar ligt. Groen is ook leuk. Ja, laten we voor die blauwe gaan. Deze. En dan nog een droger. Zal ik daar dan die groene doen? Vind ik wel leuke, mooie kleuren. En dat past weer bij dat kleed. Ja. En nou heb ik dus een wasmachine en een droger neergezet. Want ik vind Vanessa bijvoorbeeld wel zo'n type die de droger zou gaan gebruiken. Maar ja, Leon is natuurlijk een beetje van zijn eigen plantjes oogsten. Hij hij is wat chiller, wat relaxer. Ik denk dat hij voor de waslijn zou gaan. Om kleding te drogen. En dat is ook heel leuk om te zien. Want die katten gaan daarop in, zeg maar. Alleen, ik weet niet waar die staat. Sportief lijkt me niet. Waar staat de waslijn? Gewoon alles. Ik weet wel dat het in dit kopje hoort te zitten. Oh, is het geen activiteit en ook geen vaardigheid?
Ja, het is wel een activiteit om te doen, maar niet echt dat je zegt... Bij activiteit moet ik altijd denken aan iets leuks, zoals dus creatief of inzicht of ja, spelletjes. Daar is die. Zo. Even kijken voor een leuk kleurtje. We doen die wel. Toch? Ja, die is goed. Oké. Okay. Oh, wasmanden. Die staan... Oh, die staan ook hier. Nou, ik vind dit de beste wasmand voor deze familie. Aangezien hun hele huis erg landelijk is, dan zou ik niet zo snel een plastic wasmand neerzetten. Zelf vind ik het wel grappig, want ik heb zelf zo'n soort wasmand met een deksel, maar dan van plastic. Dus hij lijkt van een afstand alsof het van dat rietenspul is, maar het is dus van plastic. Het is ook wat makkelijker schoon te maken. Oké, voor Lisanne. Die mag er weg. Zetten we... Ja, een donkerbruin is wel mooi in haar kamer. Die neer. Dit is de kamer van Matthijs. Even kijken. Hij had toch geen wasmand. Zetten we deze al hier neer. En... krijgt hij een donkere. Zo... Oh, hier in de badkamer zie ik er ook een. Die mag ook weg. Zo. Naar de slaapkamer van de ouders. Die hadden nog geen wasmand. Misschien als ik deze ergens anders neerzet. Ja, hier op de kast is wel leuk, maar ik... Die kast heb ik natuurlijk met een cheatcode zo neer kunnen zetten. Dus dan moeten we ook weer even met een trucje... dat hij mooi in het midden komt. Zo. Ja, hij steekt een beetje uit over het randje, dat is niet mooi. Nou, kom op. Zoiets. Ja. Oké. Een wasmand voor de ouders. Ik denk dat een hele lichte kleur hier wel mooi zou staan. Doen we die wel. Zo. Ja, en hier in de slaapkamer hebben we deze. Dit is weer, of badkamer hebben we die. Is er nog wel plek voor meer? Nou, hier hangen de handdoeken. Hier kan wel een wasmand. Zullen we die haarbal even aan de kant leggen? Dan doen we hier een witte. Daar hebben we allemaal verschillende gehad. Zo. Oké. Nou, de familie kan gaan wassen. En ik zat me trouwens laatst te bedenken. Ik weet niet hoe het zit met Lisanne en Matthijs. Hoeveel mensen ze kennen van school. Ik zie hier wel Luna, die is een tiener. Dit is een volwassene. Ze kent maar één tiener, dus dat mag wel wat meer worden. En Matthijs kent wel veel kinderen. Hugo is een tiener. Ook maar één tiener. Mag ook wel wat meer worden zo. Er zit hier een achter de eigen staart aan. Luna. En net wanneer ik inzoom, dan houdt het op, of niet? Oh, ze gaat toch verder. Maar die haarballen moeten wel even worden. Oh, kijk. Vaardigheid 6, dat is mooi. Hoe ver is hij eigenlijk met zijn boek? 2/3 ongeveer. En dan lag er hier nog een boek van hem. Die mag ook op de plank. Oh. Ben jij zo aan het mouwen?
Nee. Wie is er dan zo aan het mouwen? Oh, hier zit er ook nog een. Nou, ik zie geen wat is er. Dus ik denk niet dat er iets mis is. Hier loopt er nog een. Ik zie ook geen wat is er. Ik denk wel dat het goed gaat met die kleintjes. Al zijn ze niet zo klein meer. Maar een van de twee is de moeder. Dit is Lola, dat is de moeder. Dit is dochter Bella. De dag voor Matthijs zit er weer op. En voor Lisanne zit er weer op. Dat is mooi. Even kijken hoe het met de twee gaat. Oh. Dat plezier is wel heel erg laag. Ja, ga maar televisie kijken. En oh, hij wil ook televisie kijken. Maar zo te zien is het niet dezelfde. Nee, ik wil dat je hierheen gaat. Dit is televisie van de ouders. Je gaat toch niet zo in je ouders slaapkamer tv kijken als je in de woonkamer veel groter hebt? Naar huidige film kijken. Zo. Ja, ik denk dat hij maar... Oh, hij is bijna klaar. Ja, het is natuurlijk een kort verhaal, dus het gaat wat sneller. Mag je daarna de stofzuiger even leeghalen en de routine starten? Maar die stofzuiger komt natuurlijk niet echt hier. Dus dit mag even opgeruimd worden. Het ziet er niet uit, toch? Dit mag even opgeruimd worden. Zo. Zo te zien is de voerbak leeg. Gaan we die ook even vullen? Hij heeft zijn boek klaar. Hoe gaat het hier? Kattenbak opslag leeg. Leo mag even aan de bak. Oh, dat boek dat wil ik trouwens weer kopiëren. Dus even kijken. Gaan we naar het aanrecht. Oh. Zo. Wat voor geluid is dat? Oh, Goshi. Oh, Lola is bang voor de televisie. Is er nog eentje bang? Oh, Luna is ook bang. Moet je die oren zien? En ze gaat weer achter de eigen staart aan. Dat duurde niet lang. Kijk, dat zit het dan. Kijk, wat gaan ze nu doen? Daar gaat de stofzuiger. Lola gaat er vandoor. Luna zit een beetje de lucht te ruiken. Wat gaat Matthijs doen? Eten, oké. Leon. Jij bent niks en oh, jouw plezier is ook laag. Wat ga jij nou weer doen? Je bent verveeld, want de film was saai. Oké. Nee, jij mag ook even eten. Haal dat eerst maar weg. Misschien verdien je er nog wat... hoe noem je dat ook alweer? Karakterwaardepunten mee. En Vanessa is ook weer thuis. De hele familie is weer thuis. Hebben we geen klikjes meer? Ligt er niks meer in de koelkast? Nee, er ligt niks meer in de koelkast. Nou, ik zou zeggen... het duurt niet lang meer voordat Lisanne... Nee. Het duurt niet lang meer voordat Lisanne volwassen wordt. Jong volwassen wordt. Dus misschien mag zij wel een keertje wat gaan maken. Laten we maar heel basic met een tosti beginnen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Nou, al stiekem hopen dat er geen brand uitbreekt. Even kijken, Vanessa, wat ben jij aan het doen? Kom ook maar kijken. Huidige film kijken. Iedereen heeft echt te laag plezier. Oh, Leon, echt. Ik had je toch gevraagd om het op te ruimen. Nu liggen er twee hopen. En die kat zit ervan te eten. Nee, we gaan het nu opruimen. Eerst even die kat aanspreken. Dat is echt vies, Dino. Er komt zelfs een walm van af. Wat gaat hij nu doen? Misschien is dit wel leuk voor een thumbnail foto.
Zoiets. Oh. Oh, ik was net te laat met op pauze zetten. Nee, oké. Nou, dan mag je het nu wel gaan weggooien. En dan ook echt gaan weggooien. Oké. Okay. Hoe gaat het met Dino? Wat is er? Daar ben ik wel benieuwd naar. En hoe gaat het met Luna? Tegen praten misschien, is ook wel leuk. Ze zag die vingertjes. Wat is er? En dan met die vingertjes dat hij zo apart te doen. Oh, Dina heeft honger. Heb ik de bak niet al hem? Ik heb hem toch de bak laten vullen? Oh, Leon. Hij heeft gewoon alle taken die ik hem heb gegeven, heeft hij gewoon niet gedaan. Hier, dit moet ook nog gebeuren. Hij is gewoon tv gaan kijken. Slecht, slecht, slecht. Hij heeft het niet eens zo zwaar. Hij hoeft niet elke dag naar zijn werk of naar school of iets. Oké, nou, voerbak wordt nu gevuld. En we gaan hem even stalken, want ik wil zien dat het gebeurt. Heb jij honger? Nee, jij hebt geen honger. Nou, zet jij het dan maar even in de koelkast. Kijk, pak is gevuld. Dat wordt gedaan. Mooi. Zij gaat de kat prijzen. Misschien moet hij eens beginnen met zijn schoolproject. Want die heeft hij ook gekregen. Dus die zetten we even hier in de tuin. Ik weet niet wat het is. Ik vind Matthijs wel zo'n type die denkt, oh boeien. Dus ik laat hem slordig te werk gaan. Helemaal omdat ik gewoon al wil proberen dat Lisanne de ideale dochter is die zo haar best doet voor school en goede cijfers probeert te halen. En Matthijs heeft iets van, oh, het zal allemaal wel. En het is de hele tijd dat bij Matthijs gaat alles goed. En bij Lisanne is het echt het ene probleem na het andere probleem. Even kijken, wat is het? Elektronische experimenten. Nou, misschien is het wel leuk als moeder hier ook weer bij helpt. Misschien dat ze er ook weer een inzichtvaardigheid bij krijgt. Al denk ik eerder dat het de handigheidsvaardigheid dit keer is. Ja, zie je, handigheid. Nee, dan laat ik het Leon doen. Ga maar assisteren. Mag jij nog even... Nee, jij moet voor je werk nog wat doen. Even kijken. Web. Rapporten invullen. Heb jij je dagtaak ook weer klaar? En waar is Lisanne? Die is lekker met haar klei aan het spelen. Maar ja, ze moet haar huiswerk nog doen. En natuurlijk naar de wc. En even douchen, want die hygiëne gaat ook niet allemaal lekker meer. En dan denk ik dat ze daarna... Nou ja, misschien dat ze daarna nog even in een dagboek kan schrijven. Vanessa. Oh ja, die was met de werk bezig. Oh. Kijk, nog even een leuke foto erbij. Ze zijn aan het praten en poef! Er gebeurt wat. Want wat, ze zijn nou een... Een elektronisch experiment, maar wat krijg je dan? We hebben nu al de brug gehad. Waar heb ik die ook alweer neergezet? Oh ja, die had ik op... Nee, die staat nog buiten. Hier, die brug. Die wil ik ook even een plekje geven. Ik zat te denken om hem gewoon in de kamer van Lisanne neer te zetten. Dan moet ik ook weer even naar de bouwmodus toe. Want dan zet ik deze gewoon hier ergens. Maar die moet die kast hier aan de kant. Zo, staat die dan goed? Ja, perfect. Kan die brug ernaast. Heeft hij ook een plek gekregen? Want we hebben dus die brug nu. We hebben
Even denken hoor, waar heb ik die neergezet? We hebben deze, zonnestelsel. Dat is gemaakt door Matthijs. En we hebben hier een raket. Het luchtdrukraket van Lisanne. Zal dit dan ook een raket worden of wordt dit weer wat anders? Is dit misschien die robot? Je kon ook een robot maken, als ik het goed herinner. Ik zou het niet weten zo, 1, 2, 3. Maar we gaan het meemaken. Hoe ver zijn ze al? Driekwart. Dus dat gaat lekker. Kijk, Matthijs heeft handigheidsniveau 2. Ik vind die schoolprojecten echt heel leuk. Daar ben ik wel blij mee met het pakket ouderschap. Dat die schoolprojecten daarin zitten. Want niet alleen gaan ze qua hun schoolprestaties daarom omhoog. Maar ze leren ook nog eens vaardigheden erbij. En dat is natuurlijk, ja, voor om bepaalde niveaus te halen, moet je minstens één vaardigheid op een bepaald niveau hebben. En je krijgt er dus ook nog gewoon vaardigheden bij. Wat ook weer handig is in de toekomst als je eenmaal aan het werk gaat. Want bijvoorbeeld Vanessa en Leon, die heb ik natuurlijk gemaakt in kast als jongvolwassene. Dus dit was nog helemaal leeg toen ik begon met deze Let's Plays hier. En dit hebben ze nu tijdens al deze afleveringen. Ik weet eigenlijk niet bij welk nummer afleveringen we zijn, maar tijdens deze afleveringen allemaal verdiend. Maar ja, als zij dus ook nog een middelbare schoolperiode had gehad met... wat is dit? Maar ja, als ze dus een middelbare schoolperiode had gehad, dan had ze dus al veel hoger geweest. Even kijken. Nee, ik wil niet weglopen. Activeren. Ik wil zien wat dit is. Oh! En dan? Project bekijken. Dit is het. Ohms, voltages, amperes, een project waar je gewoon energiek van wordt. Oké. Nou, laten we maar voor de zekerheid uitzetten. Ik weet niet of het invloed heeft op die huisdieren, maar het staat wel goed hier, hoor. Als hij veilig uitstaat. Even kijken, Matthijs, hij moet ook zijn huiswerk nog maken. En dan mag je daarna wel naar bed, want het is al 22:30. En als Lisanne klaar is met haar dagboek, mag ze ook wel naar bed. Even kijken wat de familie aan het doen is. Jij zit op de wc. Jemig, bedelen. Dat doen we niet, hè? Die kan Leon misschien wel op... Nee, die heeft geen honger. En ze mag wel even... Want dit is Lola. Dit is natuurlijk een beetje haar kat. Dus verwen op de bank. Omhelzen. Die kat moet ook gewoon wat meer aandacht krijgen. Die mag ook opgebergd worden. Kan die naar de wc? Kijk, hier is er ook weer een haarbal. Is die stofzuiger hier niet geweest? Even kijken... Laten we jou maar even gaan borstelen, want misschien moet ik daar wat meer op letten om die katten te gaan borstelen. Want anders blijven we natuurlijk bezig met al die haarballen. Even kijken, hoe gaat het bij Vanessa? Als mijn spel wilt reageren. Oh. Dit is toch te schattig. Kijk dan. Nee, dat wil ik niet. Dan krijg je van die... Ik gebruik nooit de in- en uitzoomen, want dan... Kijk, ik zoom nu uit en dan zie je dat de hele kamer vervormt. Dat vind ik echt zo niet mooi. Dus ik ga altijd zelf, zeg maar, omhoog en omlaag. En dan een goede plek uitzoeken. Dan zien die ogen van het beest er nu een beetje... Oh, die zijn dicht. Dat is de vacht. Kijk, de genieten.
super schattig. Oh. Superleuk. Maar waarom gaat het plezier daar niet van omhoog? Lekker knuffelen met de kat is toch leuk? Dat is dan weer een beetje jammer. Hoe gaat het met Leon? Helpen met huiswerk. Dat uit zichzelf? Doe maar. Oh, weer die bak leeg. Nee, ik ga een tweede neerzetten. Want met 4 katten gaat het gewoon te snel. Je draait je om en er zijn weer een paar katten langs geweest en die bak is weer leeg. Even kijken, huisdieren. Wacht, ik kan ook gewoon zo doen. Waarom moeilijk doen? Zo, we zetten er wel 3 neer. Zo, past perfect. En ik weet dat je bezig bent met huisdieren. Huiswerk helpen, maar dit is even belangrijker. Die katten hebben eten nodig. Ah, oh, Matthijs is toch ook klaar. Zo. Kijk, nou kunnen die katten eten en dan hoef ik niet elke 5 minuten naar die bak toe. Nou, Matthijs, ga maar slapen. Even kijken, zij gaat ook slapen. Die kinderen liggen al in bed. Laten we even wat katten stalken vannacht. Wat ben jij aan het doen? Jij bent nu lekker aan het eten. Oh, tijd gaat natuurlijk heel snel. Er is er weer 1 wakker. Waarom ben jij wakker? Oh, kijk. Kijk die... Toespreken over wakker maken. En toespreken over het onverlopen van... Waarom nou weer? Je ziet gewoon die kat schuldig kijken. Oppakken. Kan het dan wel? Ja, dan kan het opeens wel. Toespreken. Kom op. En toespreken. Dit was de afgelopen nacht dus ook. Hè? Werd er 1 zin wakker. En had ik die naar bed gestuurd. En er werd dus volgende zin wakker. Dat bleef maar bezig. Oké, nu hebben we je lief geaaid. Nou krijg je op je flikker. Ja, zet hem maar weer neer. Waarom is er geen ruimte? Er is alle ruimte. Vind je het gek dat die katten zo door... Nee, zet er neer. Vind je het gek dat die katten hun elke nacht wakker blijven maken? Toespreken over wakker maken. Kom op. Ik heb hier geen zin in dat dit elke nacht gebeurt. Nee, je kan natuurlijk niet meer toespreken over het onverlopen van de vuilnisbak. Welke is dat? Die staat nog recht overeind. Maar we hebben er ook 1 hier. Oh, kattenbak moet ook gedaan worden. Die staat ook overeind. Welke vuilnisbak is dan omver gelopen? Nou Lola, het is wel goed zo. Je hebt al kids gehad. Ze is weer krols. Je hebt al 2 dochters. Het is goed Lola. Oké, nou dan mag Leon nog even de kattenbak doen. En dan mag hij weer gaan slapen. Even kijken waar... Oh! Ja, dat ziet Leon. Die loopt nu langs. Daar moet hij dus wat van gaan zeggen. Oh, dat noemen ze dus het onverlopen van de vuilnisbak. Maar het is gewoon tegen het ding aan tikken. En daar komt dus dat afval vandaan. Hebben we dat ook weer geleerd? Dat is dus welke deugniet is dit? Bella. Bella is dus lekker... Oh, kijk. Die Sunny is ook wakker. Door deze dame zeker. Toespreken over wakker maken. Jongens. Het is 3 uur 's nachts. En dan gaat ze ook gewoon staan kleien, hè. Ja. Oh, dat is... Oh, kijk nou. Kijk nou. Oh. Ze heeft gewoon een konijntje gekleid. Ja.
Dat vind ik echt schattig. Ze is een hondenmens, maar ze kleidt een konijn. Heb ze die kat naartoe gesproken? Ik weet het niet. Oh, nou zit er weer één in dat afval. Kijk, als ik slaap, weet ik niet wat mijn katten 's nachts uitspoken. Ik kan nu een beetje zien wat de katten ongeveer 's nachts allemaal uitspoken. Als je dus niet oplet. Waarom ben je een boek aan het lezen? Leuk, vrije wil. Toespreken, kom op. En toespreken. En opruimen. Die Leon, die moeten we echt in de gaten houden. Want even als ik wat anders ga doen, dan gaat hij... Pardon? Ja, je moet het weggooien, maar je moet ook die kat toespreken. Oké, afval weg. Nou ga je Bella toespreken. De wc is ook vies. Zo. En ook toespreken over het spelen van het afval. Nee, toespreken. Niet om je heen kijken en dan die... Ik zie hem hier gewoon verdwijnen, hier in de hoek. Oké, volgens mij heeft ze het nu door. Heb ik nu alles gehad? Ja, oké. Nou, ga maar weer naar bed. Wat ga jij doen? Nou, de kattenbak is net gedaan. Er is voer. Oh ja, kijk, eten. Ja, het is goed dat het huishouden vol zit. Want anders was ze misschien uit zichzelf al gaan paren. Dat kunnen katten dus blijkbaar ook. Dino is lekker achter zijn gestart. Wie is dit? Ja, dit is Lola. Dino zingt gewoon omdat hij van zingen houdt. En Lola zingt van ik wil mama worden. En die andere twee zijn lekker aan het slapen. Oh, dit is te leuk. En hoe ligt deze erbij? Oh, ook al zo schattig. Ik vind dit zo'n leuk pakket. Oh, weer overal haarballen. Ja, deze komt natuurlijk van Lola af. Ik kan die stofzuiger morgen weer aan. Oké. Wat ga jij doen? Ik vrees het ergste. Lola loopt weer naar de slaapkamer. En ja hoor. Toespreken over het wakker maken. Nee, er is genoeg ruimte. Oh, en nou is die optie... Oh ja, hier, toespreken over het wakker maken. Er is genoeg ruimte, kom op zeg. Wat heeft dit spel? Hier heb je allemaal ruimte, hier heb je ruimte. Want als ik zeg, ga die kat aaien, dan kan dat opeens wel. Oké, nog een keer. Toespreken over wakker maken. Waarom vind... Toespreken over wakker maken. Dat willen we niet hebben. Oké, zoals we het nu geleerd hebben. Nee. We zijn alleen maar kennissen geworden. Oké. Oh, er is weer een wakker. Oh, alleen Vanessa slaapt nog. Voor de rest is iedereen wakker. Zal dat ook weer door een kat gebeurd zijn? Even kijken, verloren. Niemand vindt me aardig. Niemand zal me ooit leuk vinden. Waarom zou ik nog mijn best doen? Oké, Lisanne vraagt dit aan Leon. Ik zal altijd van je houden om mensen zoals jij... Kijk om je heen. Ik snap die tweede reactie niet echt. Dus laten we maar gewoon die eerste doen. Dat vind ik wel echt zo'n vaderreactie. Empathie neemt toe, emotionele beheersing neemt af. Oké. Wat betekent dat voor haar karakterwaarde? Oh, die is zo dichtbij. Ja, ik denk dat we... Want
We hebben nog maar 3 dagen te gaan en dan is haar verjaardag. Ik denk dat we deze wel gaan halen. Heel misschien dat we deze gaan halen. Even kijken hoe we daar hoe we dat kunnen verbeteren. Sims kunnen hun conflictoplossing op positieve wijze verhogen door verontschuldigend te zijn of ruzies bij te leggen. Oké. Maar ja, als er geen reden is om sorry te zeggen, dan schiet dat natuurlijk ook niet op. Ja. Er is niks anders. Ja, ouders kunnen ook leren om hun kinderen sorry te zeggen. Maar dat is volgens mij bij peuters en bij kinderen. Of kan dat ook bij tieners? Ik zou het een beetje raar vinden als Leon nu Lisanna dat kan aanleren. Opvoeden. Beïnvloeden om. Nee, zie je, kan niet meer leren om sorry te zeggen of zo. Oké, Vanessa is ook wakker. Daar zit iedereen aan tafel. Hoe gaat het met jou? Jij wil computeren? Nee, ga ook maar mee even mee eten. Daar liggen tosties in de koelkast. Zo gezellig, zo met de familie aan tafel. Dit is zeldzaam. Als je vrije wil aan hebt staan, is het zeldzaam om iedereen aan tafel te krijgen. Wel even leuk, zo. Oh. Kunnen we een groepsgesprek doen? Voedsel smaken bespreken. Ja, kijk, we hebben nu een groepsgesprek. Dus het is wel eventjes leuk voor de sfeer. Want iedereen leefde een beetje langs elkaar heen. Lisanne was alleen maar bezig met school en met honden. En Matthijs gleed overal een beetje tussendoor. En Leon was een beetje bezig met boeken en met tuinieren. En Vanessa met haar werk. Dus wel even leuk om iedereen aan tafel te hebben. Al staat Lisanne nu op, maar ze moet toch naar school. Dus je hoeft niet iets nieuws te knippen. Nee, niet het konijntje wegdoen. Oh, nee, ze hebben het konijntje. Nou, dat heeft een paar uurtjes gedaan. Waarom leggen ze het nou op de grond neer? Je staat vlak voor een aanrecht. Ja, ga maar naar school. Vanessa moet dan over een uur naar de werk. Oh, dat plezier is wel heel laag. Dus als ze klaar is met eten. Ik zal weer even de muur omlaag doen. Het zag er net gewoon mooier uit. Met het shot. Oh, er staat weer een kat op de tafel. Zeg daar maar wat van. En dat kan niet. Waarom niet? Nou, ga dan maar even tv kijken voordat je naar je werk moet. En Leon gaat gewoon daar zitten. Zo van, boeien. We kunnen met Leon al eventjes wat huishoudelijke taken doen. Want die wc is vies. En er liggen echt overal haarballen nu. Nou weet je, we zetten die stofzuiger wel weer aan. Schoonmaakroutine starten. Dan mag je zelf even... Nou, hij hoeft niet echt te douchen. Dan mag je wel even gewoon outfit wijzigen. Ik zie dat er 1 bak alweer leeg is. En dan kunnen we de was gaan doen. Wat heel stom klinkt. Van jee, we gaan de was doen. Zakken doorzoeken lijkt me wel handig. Want ze hebben nog niet genoeg geld om aankomende maandag weer opnieuw de rekeningen te kunnen betalen. Ik zie dat de kattenbak verschoond moet worden. Hij begint eerder een huisvader te lijken dan iemand die columns schrijft. Als het er zo uitziet. Staat er nog 1 onder de douche? Leerlingen mogen hun eigen onderwerp bepalen voor een nieuw project op school. Moet Matthijs een eenvoudig onderwerp kiezen om een goed cijfer veilig te stellen of iets uitdagends kiezen om iets nieuws te leren? Nou, Matthijs is echt allemaal zo van YOLO. Dus ik denk dat hij voor makkelijk gaat. Oh. Nou ja. Ik hoor een douche, maar... Of ik hoorde een douche... Maar ik zie hier niks. Oké, jij bent nog
televisie aan het kijken, maar je moet naar je werk. Jij bent zak aan het doorzoeken. Oh, je zag er nog net wat ingaan, omdat Vanessa zich ging omkleden om naar de werk te gaan. Kijk, 37 simoleons. Mooi. De was doen, in de wasmachine leggen. En er is op dit moment een beetje een probleem met die wasmachines. Ja, op Town of Plumbop hadden we dit al vermeld. Maar als je dus iets aan de muur hebt hangen, of als je een kleed bij de wasmachine hebt liggen, dan ziet het spel de wasmachine niet meer. Het is een kleine bug en het team weet er al van af. Dus als dat bij jou het geval is, moet je even de decoratie van de muur weghalen. Of even het kleed van de vloer weghalen. Dat er geen poespas meer om die wasmachine heen staat. En dan ziet het spel de wasmachine weer. En het team weet er dus van af. Dus het wordt waarschijnlijk in een nieuwe patch update verbeterd. En er is ook nog een ander probleem. Zag ik gisteren op Twitter. Dat is dus als je bepaalde kleding, als het warm en schone kleding is, die gewassen is. Want je krijgt allerlei verschillende statussen. Je kan bijvoorbeeld dat het vies en nat is, of vies en droog. En er is dus ook een status dat als het warm en schoon is, dacht ik. En je sim is dolkomisch, dat het een ontmoeting met magere hein kan opleveren. Maar dat gaan ze dus ook nog aanpassen in een patch update. Dus als je nu sims hebt die warme en schone gewassen kleding aan hebben, moet je gewoon even zorgen dat ze niet te speels worden. Want anders kan het einde van je sim betekenen. Maar nu mag Leon de was doen. En dan gaan we hem straks niet in de droge stoppen, maar aan de waslijn. Dat hebben we natuurlijk ook al gezien bij de familie Puls, hoe dat eruit ziet. Maar Eva Puls heeft geen huisdieren. Dat kan er dus heel leuk uit gaan zien als je huisdieren hebt. Nou, die bakken zijn nog goed. Wat is er? Echt. Dat doen we niet. Die mag opgebergd worden. Die stofzuiger kan er niet langs. Als je denkt, nou, we hebben een probleem met de ene. Oh, hier staat er één. Oh, die zijn gewoon aan het zingen. Ik denk, oh, we hebben een probleem met één kat opgelost. En dan gaat er een ander. Maar jij bent gewoon aan het zingen. Hij is gewoon. Hier, het is 11 uur 's ochtends. De energie is gewoon op de helft. Maar hij is natuurlijk vannacht wakker gemaakt. 2 of 3 keer of zo. Ik weet niet eens meer. Wasmachine. Is die al klaar? Het ziet er wel naar. Ja. Dan mag je het aan de waslijn hangen. Hij wilde de hele tijd zijn eigen boeken gaan lezen. Hoezo kan je er niet bij? Ga hier eens heen. Daar kan je wel bij. Je hebt het er ook in gestopt, dan kan je het er ook weer uithalen. Wasmachine uitladen en aan de waslijn hangen. Zie, je kan er gewoon bij. Of stond er een kat in de weg of zo, dat kan natuurlijk ook. Gaan we hem even volgen naar de waslijn. En dan hoop ik dat er heel snel een kat meekomt die met het water gaat spelen. We hebben er 4, dus het moet wel. Er moet er wel 1 komen. En ik blijf het leuk vinden hoe dit opgehangen wordt. Ging bij mij maar zo snel. Zo. Is het nu wel droog? Nee. Waar zijn de druppels? Serieus, geen druppels? Oké, dat gaat niet helemaal goed hier. Nou, dit vind ik jammer. Nou, ruim het dan maar weer op. De was. Je bent je kat aan het borstelen. Dat is misschien wel een goed idee. Ik hoop dat dat wat haardballen gaat schelen. Luna is weer blij. Oh, ik had echt zo gehoopt dat er druppels zouden komen. Hebben we nog een wasmand of heeft hij alles tegelijk gewassen? Oh, kijk, hier zit nog wat in. De was doen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Kan toch niet gewoon in 1 keer droog zijn? Kom op, zeg. Dit ziet er trouwens ook heel cool uit. Hop, klaar.
Het meest verschrikkelijke wat ik dus aan de was vind doen is het ophangen en het opruimen. Kijk, in de wasmachine stoppen en zo gaat allemaal, vind ik allemaal wel prima. Alleen heb ik soms dat ik vergeet dat ik iets in de wasmachine heb gestopt en dan moet ik het opnieuw wassen. Maar het ophangen en het opruimen. Nou, ik ben geen fan van de was doen. Wel in de Sims, dat wel, maar in het echt niet. Ik ben trouwens benieuwd. Hebben jullie ook al wasgoed accessoires en wat vinden jullie van dit pakket? Oké. Okay. Oh nee. Ik weet al wat ik heb gedaan. Oh nee. Wassen. Ik heb het dus in de wasmachine gestopt. En ik heb Leon andere taken gegeven. Maar je moet dus het ook nog selecteren om het te wassen. Je kan het erin leggen, maar je hoeft het niet meteen aan te zetten. Dus hij heeft dan gewoon vieze kleding opgehangen en vieze kleding in de kast gelegd. En dat heeft dus, als ze zich gaan omkleden, invloed op hun gemoedstoestand. Oh, wat erg. Oké. Okay. Oh nee. Luna, ben jij ook al loops? We hebben natuurlijk één mannetje en drie vrouwtjes. En die zijn allemaal vruchtbaar. Die kunnen ze dus allemaal gaan zeuren dat ze mama of papa willen worden. Hier, die twee tegelijk. Oh, daar slaapt hij dan wel doorheen, hè? Ah, kijk. Matthijs heeft nu een 8. En Lisanne's verantwoordelijkheid valt binnen het bereik om een eigenschap te verdienen. Top. Helemaal top. En, oh nee, ik hoor een heel vervelend deuntje. Dat betekent, oh, Matthijs gaat door een fase. Ik was bang dat het weer Lisanne zou zijn. Hij voelt zich afstandelijk en wil liever alleen zijn. Nou, dat vind ik wel bij hem passen, dat is niet heel erg. Dus we laten hem gewoon lekker zijn ding doen. Nee, we gaan niet met hem kletsen, want hij wil juist alleen zijn. Ja, jij mag wel even wat eten. Een klikje pakken. En ga maar in je dagboek schrijven. Ik ben echt blij dat we eentje verdiend hebben. Het dagboek. Een keer gaan over stress. Welke karaktereigenschap is eigenlijk het dagboek? Dat is toch... is dat niet deze? Ze kunnen ook verschillende ontspannen... even kijken hoor. Instrumenten, joggen... Nee, die niet. Dan is het misschien deze. Nee. Ik zie het niet zo snel staan. Misschien kan ik haar wat vaker klusjes laten doen. Ja, nou ja, weet je, ze heeft nog 3 dagen. Dit gaan we toch niet redden in 3 dagen om hem nog heel hoog te krijgen. Nee. Zo, Matthijs is boos. We laten hem wel gewoon lekker zijn ding doen. Ik heb vrije wil toch aanstaan, wat dus niet altijd een goed ding is. In het geval van Leon, als je even niet oplet, dan gaat hij gewoon tv kijken. Maar welke is nou het dagboek? Ik zie het niet staan. Ik weet wel dat er eentje in het dagboek schrijven is. Nou, ze is toch klaar met eten. Ze gaat nu een dagboek schrijven. Gaan we even... Oh nee. Niet dat loopje weer. Ik was zo blij dat we er vanaf waren. Emotionele beheersing. Oh, die is wel heel laag. Nou, dat gaan we niet meer redden. Even kijken hoor. Waarom kan ik hier niet op? Ja, weer die stemmingswisselingen. Dat loopje komt dus gewoon door die stemmingswisselingen. Maar in het dagboek schrijven helpt wel. Want ik zie van die groene pijltjes waardoor het er sneller omlaag kan gaan. Want nu heeft ze nog 4 uur lang stemmingswisselingen. Maar het kan dus zijn dat het sneller afbouwt door nu in het dagboek te schrijven. Maar ja, ze gaat in 3 dagen tijd niet meer deze balk helemaal vol krijgen. Dat... We kunnen wel nog voor conflictoplossing, dat vind ik lastig. Want dan zou ze verontschuldigend moeten zijn of ruzies bijleggen. Maar dan moet ze dus eerst een ruzie
maken of ruzie hebben, maar dat is juist niet goed voor de conflictoplossing. Dus ik ben bang dat we die ook niet meer omhoog gaan krijgen. Empathie of manieren zou dan denk ik moeten. Dan laten we haar gewoon elke dag een paar dingetjes doen. Misschien als we haar de kattenbak en zo laten doen. Want nou ja, katten eten geven is verantwoordelijkheid. Maar manieren... Lekker van tafel afwassen. Ja, ze hebben een vaatwasser, dus dat... Ja. Lastig. Even kijken, Vanessa is klaar. Maar die mag eerst wel even snel... Verbetering, nee, niet verbetering. Web. Rapport invullen. Nee, heeft ze dat alvast gedaan. Wat is Leon aan het doen? Die is klaar met zijn dutje. Die gaat afwassen. Of het opruimen. Hoe gaat het met Matthijs? Nou, op zich, hij is heel energiek. Ja, zie je, kijk. Gebruikte kleding. Door het dragen van gebruikt wasgoed. Dat is gewoon echt omdat ik met Leon die fout heb gemaakt... door niet eerst de kleding te wassen en meteen op te hangen. Maar als het goed is, moet de wasmachine nu wel klaar zijn. Wat is de status van de was? Kan ik dat ook zien? Nee. Uitladen en verplaatsen naar de waslijn. Poging 2. Oh, dit is echt zo dom van mij. Oh ja, die wc moet ook nog steeds gedaan worden. Kijk, nu is het wel echt nat. Even kijken hoor, wat voor... Nou. Het is... Nou, kom op. Brandschoon en vochtig. Dus dan gaan we het nu laten drogen. En dan wordt het dus droog uiteindelijk. Dan wordt het brandschoon en droog. Oké. Nou, jij mag jezelf even vermaken. Dan hoop ik dat er een kat hierop gaat afkomen. Die zitten nu allemaal binnen, zeker. Zijn ze weer met die klei bezig? Kan zij misschien wat klusjes doen? Even kijken. Vuilnis buiten zetten was een optie, toch? Oh, die is al leeg. Manieren. Er is iets stuk. Oh, de vaatwasser is stuk. Ga het maar repareren. Even kijken. Manieren... het dekken van de tafel afwassen of complimentjes geven. Je kan ruzie maken. Nee, laten we dat maar even niet doen. Vriendelijk. Compliment geven over de kleding. Ook was het lelijke werkkleding. Oké, manieren omhoog. Kom op met manieren. Ik word echt gek van die kat. Ik denk dat we in de volgende aflevering misschien wel even een bezoekje aan de dierenarts gaan brengen. Als dit zo doorgaat. Hier. Wil er één moeder worden? Bella wil moeder worden. Nou, Lola wil moeder worden. Luna wil moeder worden. Volgens mij. En Dino die krijst omdat hij luidruchtig is. Ik word de hele tijd... Tijdens katten in mijn oor. En mijn eigen katten, even kijken. Omri ligt te slapen op de bank. Ruby kan ik niet zien vanaf hier, dus die zal wel in een van de mandjes liggen. In een andere kamer heb ik nog een paar mandjes waar ze in kunnen liggen. Even kijken, zit er nou al één bij de... Ja, ja! Pauze voordat het alweer voorbij is. Kijk dan hoe schattig dit is. Katten kunnen spelen met de waterdruppels. Oh, Luna. Dit is Luna toch? Aan de vacht te zien? Ja, want Dino heeft een smallere vacht. Ze hebben echt, Luna en Bella hebben allebei de vacht van hun moeder. En Bella heeft dan ook het patroon van hun moeder. Dit is echt te schattig.
Is er klaar mee. Hoe gaat het met de was? Kunnen we dat zien? Nee. Oké, maar de komende paar kledingwissels kunnen... Oh. Ja, geef je broer een compliment. Kan dat? Liefdevol omhelzen. Nou, moet hij niet weglopen. Ik wil weten wat daarbij hoort. Als je Sims vrij wil geeft en je bent even met andere Sims bezig, zijn ze altijd tussendoor push-ups aan het doen. Oh, nee, daar heeft die broer geen zin in. Nou. Oké, even kijken. Het is al 9 uur 's avonds. Dus huiswerk maken. En dan is het daarna denk ik maar tijd om haar naar bed te sturen. Leon, hoe gaat het met jou? Jij bent wel oké. Ook maar huiswerk maken. En naar bed. Vanessa zit een onzichtbaar boek te lezen. En Leon... Oh, die is echt moe. Nou, die stuur ik nu maar naar bed. Het is misschien wel heel vroeg om 9:30 al naar bed te gaan. Maar die is vannacht echt een paar keer wakker gemaakt. Oh, en Vanessa stinkt. Er komt echt een walm van eraf. Ga maar in douche. In de douche. Voordat je naast Leon in bed kruipt. Want daar gaat hij denk ik niet zo blij voor worden. Jij krijgt een bericht. Spookavond in de bar. Nou, zullen we het niet doen? Het gaat nu eigenlijk een beetje goed met Lisanne. Waar is ze nu? Ze is nog aan het praten met de broer. Terwijl ze huiswerk staand aan het doen zijn. Ja, ik blijf maar bij die manieren terugkomen. Want conflictoplossing, ja, ik zie niet iets waarvan ik denk dat gaan we nu nog kunnen doen. Om het omhoog te krijgen. Ja, afwassen, maar de vaatwasser is al gemaakt, dus dat heeft ook geen zin. Ik zie hier weer afval liggen. Weggooien. Doe dat dan maar. Heb je nog iets goeds gedaan? Die mag wel worden opgeruimd. Nou ja, dan denk ik dat ik het hierbij laat. En misschien dat jullie het inmiddels wel door hebben gehad. Maar ik dacht, omdat het vandaag mijn kanaal is die 1 jaar lang bestaat. Dacht ik, dan maak ik er een extra lange aflevering van de Sims voor honden en katten. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook vooral. Daar maak je me heel blij mee. En ja, tot de volgende keer. Thank you.